deze nieuwe video. Je ziet het al aan de titel. Het is weer tijd voor toppers en floppers. Ja, dit keer september. September was op zich wel een rustige maand. Het enige wat wel spannend is, is dat ik deze maand Gucci heb laten steriliseren. Ja, het beste is dat natuurlijk om dat gewoon ja, redelijk snel als het kan te doen. Ik heb dat een klein beetje onderschat qua hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Mocht je benieuwd zijn naar een wat uitgebreider verhaal, laat het me gerust weten. Dan kan ik daar misschien nog eens een keer een video over wijden. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ze is echt weer een beetje zichzelf. Ze is langzaam aan het herstellen. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook voor haar gezondheid op termijn het allerbeste om dat te doen. Dus ja, was even zoeken. Maar ik heb er ook weer heel veel van geleerd. En het allerbelangrijkste is gewoon dat het met haar heel erg goed gaat. En het gaat iedere dag een beetje beter. Dus dat is heel erg fijn. Ik moet zeggen dat september niet een hele drukke maand is geweest voor mij. Omdat ik natuurlijk onder andere op vakantie ben geweest. Of als jullie dit zien, nog op vakantie ben. Of net terug eigenlijk. Nou, in ieder geval, het was een beetje een halve maand voor mij. Ik film het dan ook voordat ik op vakantie ga. Dus mijn eerste gedachtegang was een beetje van, oeh, heb ik wel genoeg spullen? Maar ik moet zeggen, best een goed gevulde editie. Alleen dit keer ook weer een beetje andere dingen. Niet alleen maar standaard beauty of parfum. Zit er ook bij. Maar net even wat minder. Ik heb onder andere ook een paar leuke nieuwtjes. Ik heb nog een leuke filmtip. En ook een aantal huisgerelateerde foodie toppers. Dus als je benieuwd bent, ja, wat de toppers en floppers waren van de afgelopen maand, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, ik begin natuurlijk altijd met de opgemaakte items. En ik moet zeggen, ik ben niet teleurgesteld dit keer. En er zijn best wel een aantal leuke items opgegaan. Begin maar gelijk met het saaiste, maar niet onbelangrijk. Deodorant. Ik gebruik nu al best wel een tijdje Thermes. Sowieso deze. Ik heb eerst een andere gehad. Iets met Ocean nog wat. Volgens mij bestaat die niet meer. Die was vrij van aluminium. Dus die had net even nog iets minder dat er een soort van witte waas in mijn kleding kwam. Met name natuurlijk zwarte hemdjes en dergelijke. Toen ben ik op een gegeven moment deze gaan gebruiken. Mijn moeder gebruikt deze ook echt al jaren. Dus je zou kunnen zeggen van, ik ben dat eigenlijk gewoon een beetje gaan meedoen. Dit is de Thermes Sensitive 24 Hour Roll-On. En deze heeft gewoon een hele zachte, frisse geur. Het is niet echt een hele sterke geur wat dat betreft. Maar hij doet zijn werk. Hij houdt mijn oksels zo clean mogelijk. En zorgt dat het in ieder geval lekker blijft ruiken. Dus ja, ik heb er weer eentje opgemaakt. En ja, het is in ieder geval een tip dat ik nog steeds heel fijn vind. Ik heb ook weer een oogmake-up remover opgemaakt. Deze van Lumine. Dit is de Lumine Waterproof Eye Lip Makeup Remover. En dit is de Jumbo Size. Dit is een 200 ml. Ja, ik ben eigenlijk overgestapt van de Clinique Take the Day Off naar deze. Ik vind Clinique nog steeds echt een hele goede eye makeup remover. Maar die is echt best wel prijzig. Zelfs de Jumbo Size die een paar keer per jaar uitkomt. Eigenlijk ben ik op een gegeven moment dus deze gaan proberen. Omdat ik dacht van ja, ziet er goed uit. En uit mijn hoofd is hij nog geen 10 euro die grote fles. Of 11 euro in ieder geval. Echt wel een stuk goedkoper. Je doet er best wel lang mee. En ja, ik ben er gewoon prima tevreden over. Doet zijn werk goed. Laat in ieder geval een budget aanrader zijn. Deze dus verkrijgbaar bij Lyko. Dan een skincare product. Deze toner van Dr. Jets Curl 2. Een cover skincare. Ik heb hem al super vaak laten zien. Ja, hij is gewoon weer leeg. Ik moet zeggen, ik ben best wel gaan zoeken naar een nieuw soort producten de afgelopen maanden om te proberen. Dus er zijn wel een aantal producten van een cover skincare die ik eigenlijk vervangen heb door iets anders. Ik gebruik natuurlijk onder andere nu een andere cleanser. Ik gebruik een andere nachtcreme. Ik gebruik een ander serum in de avond. Dus ja, wel een beetje gevarieerd van andere producten. Maar deze ben ik eigenlijk niet van afgeweken. Ik vertelde ook al een aantal video's terug dat ik de afgelopen zomer best wel wat eczeemklachten heb gehad. Met name ook in mijn nek. Hier en daar op mijn gezicht. En ja, dan is een kalmerende toner wel echt heel fijn. Die niet te veel parfum bevat of eigenlijk geen parfum bevat. Ja, we kunnen hier lang en kort over praten. Maar ik vind dit gewoon nog steeds echt een van de fijnste producten uit de lijn. En deze kan ik eigenlijk ook niet zo heel makkelijk vervangen. Dus laat dat ook een advies zijn. Het lijkt een heel simpel product, maar het kan echt verschil maken. Ik gebruik degene voor de normale tot droge huid. En het grootste verschil vind ik met deze dat hij mijn huid gewoon echt niet uitdroogt. Als ik dit dus niet gebruik of ik gebruik eens een keer wat anders, merk het gelijk. Het is geïrriteerd, het is droog, het is trekkerig. Dus dit is echt nog steeds een van mijn favoriete toners. En de laatste twee producten zijn twee glazen flesjes. Dus ze zien er allebei vrij luxe uit. Dit is een skincare product, dus ik ga hier nog even mee verder. Dit is het serum van Caudalie. Dit is de Final Perfect Brightening Dark Spot Serum. Ik denk dat als je zeker veel op Instagram en TikTok zit, dat je dit serum absoluut al heel vaak voorbij hebt zien komen. Glamzilla, bekende Amerikaanse influencer, heeft hier al heel vaak over gepraat. Is zelfs een keer het gezicht geweest van de campagne van dit serum. En ja, weet je, alles bij elkaar. Haar video,
video's, andere mensen hun video's. Maakte mij toch wel benieuwd hiernaar. En dit serum is dus echt speciaal bedoeld om pigmentvlekken, een soort van acne-littekentjes, enige vorm van rosacea, zelfs zo'n zwangerschapsmasker kan het echt wel tot een aantal procent verminderen. Ja, ik heb op zich redelijk goede huid momenteel. Dat zie je denk ik ook wel. Ik heb echt af en toe wel eens een keer een puistje. Maar wat ik laatst ook al vertelde, het is zoveel minder. Het doet zoveel minder pijn. Het is zoveel sneller weg. Mijn huid is echt wel gewoon beter dan de afgelopen jaren, kan ik wel zeggen. Het nadeel is wel dat ik nog steeds best wel wat kleine rode vlekjes op mijn huid heb van de acne die ik wel heb gehad toen ik een jaar of 18 was. Het is wel echt vele malen minder geworden en ik mag denk ik echt niet klagen, want er zijn ook heel veel jongeren die dus op mijn leeftijd echt flinke littekens hebben. Dat heb ik niet. Maar het zou wel mooi zijn als ik het iets meer zou kunnen egaliseren. En ik moet zeggen, ik heb dit serum een kans gegeven. Ze claimen eigenlijk na één flesje resultaten kunnen zien. En ik kan niet zeggen dat het allemaal helemaal weg is. En mijn nadeel is dat ik nog steeds af en toe een puistje of een ontsteking heb, waardoor er toch weer af en toe eentje bij komt. Maar ik vind persoonlijk dat als mijn make-up eraf is en ik kijk in de spiegel, dat mijn huid een stuk egaler is. Los daarvan vind ik het serum heel fijn voelen. Heeft het niet een al te sterke geur. En ik moet er ook bij vertellen, ik gebruik hem alleen in de avond. Dat doe ik eigenlijk ook een beetje bewust, omdat ik in de ochtend mijn salicylzuur wil gebruiken. Maar ook omdat je er natuurlijk langer mee doet. Want het is toch een serum. Hij is volgens mij uit mijn hoofd rond de 50 euro. Is niet het goedkoopste serum. Maar ja, ik ben er wel echt heel erg blij mee. En dat blijkt ook, want ik heb alweer een nieuwe in gebruik. Dit is natuurlijk wel echt een product wat je gebruikt totdat je eigenlijk resultaat ziet. Dus hoeveel flesjes ik er nog van ga gebruiken, weet ik niet. Maar mocht je zitten te kijken en heel erg herkennen waar ik het over heb. Rode vlekjes, pigment. Wat ik zeg, heb je misschien af en toe een beetje last van een zwangerschapsmasker. Masker wat een beetje lastig weggaat, dan zou je dit echt een keer een kans moeten kunnen geven. Ik heb deze besteld op de website van Caudalie. Daar kun je ook sparen via een puntensysteem. Vaak zijn er ook leuke acties, dus laat het zeker een tip zijn om online te bestellen. En mocht je net als ik op zoek zijn naar zoiets, geef deze een kans. En ik heb een aantal producten nu van Caudalie in mijn stash en ik ben echt wel enthousiast over dit merk. En het andere glazen flesje, dat heb je denk ik recent nog voorbij zien komen in de everyday make-up routine die ik uploadde. Dus je verwacht waarschijnlijk wel dat ik deze ging opmaken. Dit is de primer van Iconic London. Dit is de Underglow Blurring Primer. Ik heb deze eigenlijk een keertje gebruikt voor een Lyko video. Ik was gewoon benieuwd naar dit product. Zag er best wel veel goede dingen over toen hij net uitkwam. Met name in combinatie met hun skin tint. Maar ik heb eigenlijk tot op heden alleen de primer gebruikt. Ik was best wel op zich te spreken over de producten van Iconic London so far. Ik heb er niet super veel van gebruikt, maar ik heb een aantal producten van in mijn stash. Ik ben deze gaan gebruiken en ik ben er heel erg enthousiast over. Hetgene waar ik het meest over te spreken ben is sowieso dat mijn huid er goed op reageert. Ik krijg hier geen extra last van mijn huid van, dus dat is al heel erg positief. En ik vind de combinatie van een glow en een blurring primer, dat werkt voor mij gewoon het beste. Daardoor is hij dus ook hydraterend, niet te vettig en kijk maar naar mijn huid. Het geeft gewoon een hele mooie basis eigenlijk. Het is dus een beetje blurry, dus het vervaagt net even gewoon een beetje de textuur van je huid. Werkt heel makkelijk natuurlijk met het pipetje. Eigenlijk is die gewoon een beetje in mijn everyday stash beland en er niet meer uitgegaan totdat ik nu dit flesje heb opgemaakt. Ik heb een nieuwe gekocht. Dat laat ook wel zien. Het is echt een favoriet en dat doe ik ook niet zo heel vaak met primers, want ik heb er ook wel best wel wat getest de afgelopen tijd. Dus je zou zeggen, ik heb er genoeg. Maar ik vind hem echt wel heel erg fijn. Dus zit je te kijken en ben je ook nog een beetje op zoek naar een primer die een mooie glow geeft, maar ook een beetje dat blurry effect is, maar die toch heel zacht op de huid is, skin friendly, makkelijk te doseren. En op zich is die best oké geprijsd voor de hoeveelheid, want het is toch een flesje van 27 milliliter. Het enige nadeel met zo'n pipetje is natuurlijk wel, hoe krijg je nou echt alles eruit? Op een gegeven moment heb je de mogelijkheid om natuurlijk gewoon even te schudden met dat flesje. En ik moet zeggen, hij is wel echt opgegaan. Ik kan er lang en kort over praten, maar het is een favoriet geworden en opgemaakt, opnieuw gekocht. Dus laat het een tip zijn. Eigenlijk zou je wel kunnen stellen dat bijna alles wat ik opmaak en opnieuw koop, dat worden echt wel favorieten uiteindelijk. En de ultieme favorieten zie je natuurlijk aan het einde van het jaar in de toppers en floppers van 2024 in dit geval. Maar het zou mij niet verbazen als deze daarin terugkomt. Nou, dan gaan we verder naar de toppers. Allereerst natuurlijk een parfum. En ik heb best wel gewoon een tijdje al dezelfde parfum. Ik heb niet echt meer nieuwe parfums gekocht nog recent. Dus ik ben toch ook weer een beetje aan het kijken
kijken van waar grijp ik nu het meeste naar. En volgens mij is hij al een keer eerder favoriet geweest. Maar ik vind, ja, Burberry Goddess vind ik gewoon ook nog steeds heel erg lekker. Dit is gewoon echt een hele goede geur voor iedere dag. Voor naar je werk, als je met vriendinnen gaat afspreken, als je gewoon lekker thuis blijft. Het is gewoon een hele zachte geur. Fris, warm, niet te zoet, niet te kruidig. Hij blijft gewoon wel goed hangen, maar het blijft gewoon wel een lekkere zachte geur. Ja, weet je, het is gewoon altijd goed. En toen ik hem voor het eerst uittestte, vertelde ik al van, ja, weet je, Burberry heeft naar mijn mening echt niet heel veel van dit soort, ja, hoe moet ik het uitleggen, frisse, vrouwelijke geuren. Ik vind Burberry, met name in het verleden, was hun imago toch wel wat ouderwetser, wat stoffiger. Dus ik vind dat ze het heel goed doen. Dus wat mij betreft mogen ze hierop verder borduren. Er is inmiddels ook een Intense uitgekomen van deze. Mijn persoonlijke mening vind ik deze lekkerder. Maar ja, nu de dagen wat kouder worden en ik wat minder behoefte heb aan zo'n hele bloemige, fruitige zomergeur, grijp ik steeds meer naar deze. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik dit nog steeds een heel lekker parfum vind. Dan zou je het niet geloven, maar ik heb dit keer maar één make-up favoriet. En ja, voor de rest is het gewoon heel karig. Ik heb deze maand ook nog niks nieuws verder getest. Ik heb wel wat nieuwe dingen besteld. Die liggen nog op mij te wachten om na de vakantie, als ik ook bij de Sephora natuurlijk ben geweest, ja, lekker allemaal uit te gaan testen. Ik heb onder andere de mascara van Charlotte Tilbury daar liggen, de nieuwe. Dus ja, even nog een maandje geduld. Maar ik heb in ieder geval wel weer iets ontdekt in mijn stash, eigenlijk herontdekt. Dit paletje, en je ziet het goed, alweer Charlotte Tilbury. Dus we kunnen misschien wel zeggen dat ik een beetje in mijn Charlotte Tilbury era zit. Ik heb het altijd een heel mooi merk gevonden, maar ik merk dat ik nu, dat ik nu een beetje terug ga kijken in mijn stash van, god, heb ik eigenlijk allemaal van Charlotte Tilbury? Ook omdat ik dus binnenkort weer een soort van full face ermee wil maken. Juist omdat ik het weer heel erg ontdekt heb. Dat ik ook weer een beetje op ontdekkingstocht ga van, wat heb ik ook weer allemaal? En dit paletje kwam ik tegen in mijn stash. Dit is Pillow Talk Dreams Luxury Palette. Dus een oogschaduwpaletje, zo'n quad. En deze kwam, ik denk, 2 jaar geleden uit. Ik kan me herinneren dat ik deze volgens mij heb gekocht in eerste instantie voor de bruiloft in Italië die ik 2 jaar geleden had. En ik weet niet of jullie dat nog weten, maar tijdens het testen van dit paletje, volgens mij heb ik deze toen getest samen met de Island Dream lipstick, als ik me niet vergis. En was ik niet zo heel erg te spreken over dit palet. En dat zat er eigenlijk meer in dat ik het palet, nou, toch wel vrij warm vond, vrij roze vond. En dat gewoon niet heel erg goed vond matchen. Dus ik heb me eigenlijk terug in mijn stash gedaan en eigenlijk gewoon weinig meer naar omgekeken. Dat is nog de tijd dat ik blond was. Vrij cool blond ook wel. Ik heb nu natuurlijk donkerder haar, veel warmere haarkleur. En zoals ik laatst al vertelde, ben ik toch wel steeds meer aan het proberen om wat meer warme ooglooks te maken. Ik heb heel toevallig ook echt een roze top aan. Dus je zou zeggen dat ik steeds wat meer in de pinky era zit. Ik vind het gewoon, ja, mooi bij rood haar. Dus ik was eigenlijk, ik denk, een paar weken terug dat ik dacht van, hey, misschien moet ik deze weer een keer een kans geven. En misschien dat je al is opgevallen, ik heb het paletje nu ook op. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dit gewoon echt een heel mooi paletje is. En juist voor die wat warmere pinky look waarbij je hem niet te rood wil. Want de matte kleuren die erin zitten, met name de donkere kleur, is wel wat warmer. Maar echt niet heel paars of heel rood. Dus ja, ik vind dat heel positief. Ik vind de lichte shimmer die erin zit heel erg mooi. De roze kleur, ja, is iets rozer. Dus stel je zou zeggen, ik skip die. Dan heb je een iets neutralere look. Ik vind wel de, ja, de lichtste kleur, zeg maar, de lichtste matte kleur, die is wel een beetje peachy. Maar ja, kijk maar in de look. Ik vind dat niet storend. In combinatie met die donkere kleur, super mooi. Het paletje is wel iets anders van kleur zoals de Charlotte Darling. Want het eerste wat ik natuurlijk heb bekeken is deze nog wel te koop. Deze is nog wel te koop. Die is iets meer peachy roodachtig, zou ik willen zeggen. En dit is wel echt meer peachy pinky. Dus dat is een beetje het grote verschil. Ik heb zelf ook de gewone Pillow Talk quad. Die is wat, ja, subtieler, wat meer pinky nude, zeg maar. En deze is wat, ja, wat feller, wat donkerder, wat smokier en net even iets glitteriger. Maar ja, nu ik deze toch weer heb herontdekt, draag ik hem ook steeds vaker. Dus je zou kunnen zeggen dat deze ook een beetje in mijn everyday stash is beland. En ja, oordeel zelf maar. Ik vind de look persoonlijk heel erg mooi. Dus ja, mocht je de afgelopen tijd gedacht hebben van, goh, wat heb jij op je ogen? Dan is het waarschijnlijk dit paletje geweest. En ja, ik ga deze gewoon lekker weer uitgebreid gebruiken de komende tijd. Zo zie je maar, andere haarkleur is andere stijl, andere smaak. En ik wist niet een aantal maanden geleden dat ik weer into de warme kleuren zou zijn. En persoonlijk vind ik het zelfs eigenlijk nog veel mooier staan dan wat ik dacht. Dus ook ik leer nog elke dag. Nou, dan eigenlijk het laatste, ja, beauty product. Dat is deze body lotion. En je hoorde me net al, ja, iets vertellen natuurlijk over het serum van Caudalie.
Dit is een body lotion van Caudalie. En ja, laat ik vooropstellen dat ik hem niet zelf gekocht heb. In de zin van, ik heb hem gekregen toen ik een bestelling plaatste. Ik kocht toen mijn eerste serum, een zonnebrand en een kleine masker. En toen kreeg ik zeg maar deze als actie erbij. Ik kon volgens mij kiezen uit 3 body lotions en ik koos voor deze. Deze is de Vinotherapist, dus ik denk dat dit dezelfde lijn is. Hyaluronic Nourishing Body Lotion. Dit is een body lotion met hyaluronic acid, organic shea butter en een bepaald oxidant waar ik even de naam niet van kan uitspreken. Hij is van 98% natuurlijke ingrediënten en hij is ook nog eens vegan. Het is een 200 ml, dus om dit cadeau te krijgen vond ik best tof. Dus kan je nagaan, ja, dat soort cadeaus kun je dus absoluut krijgen bij Caudalie. Dus laat dat even een tip zijn om het dus echt online te bestellen. Je kunt ook punten sparen op basis van de bestellingen die je dus doet. Maar dat kan dus ook als je bijvoorbeeld in de winkel iets gekocht hebt. Dan zit er aan de binnenkant van de doosjes of op het product zelf een soort barcode die je kan scannen om alsnog de punten daarvan te krijgen. Echt super netjes. Dus ja, die kreeg ik toen binnen. Die ben ik eigenlijk pas recent gaan gebruiken, want ik had nog een andere body lotion. En ja, sowieso in de zomer, ik kan alleen voor mezelf spreken, ik vind het helemaal niks als het zo warm is om dan ook nog heel veel body lotion op te doen. Misschien is het wel beter, maar ik trek dat echt niet. Ik zweet dan helemaal uit mijn kleren uit. Dus nu eigenlijk het wat kouder wordt, heb ik het ook wat meer nodig. Ik heb op zich best een goede huid van mezelf. Ik heb niet heel erg snel dat het heel droog is of dat het juist heel erg vettig is. Ik heb af en toe een beetje van die droge ellebogen. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Maar overall mag ik op zich niet klagen. En ja, als we het dan hebben over eczeem, is dat meer op je handen af en toe dan dat ik het bijvoorbeeld echt op mijn armen of zo heb. Gelukkig. Dus ja, een body lotion is hier niet het meest gebruikte product in huis. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar toen ik deze ging testen, had ik wel zoiets van, I like it. Ik zal proberen om het een beetje uit te leggen. Het is een soort van, ja, hele milky-achtige lotion. Eigenlijk, ja, een paar keer smeren en het is gewoon verdeeld. Dus het is best wel zacht. Je zou niet zeggen dat het shea boter is, want dat is vaak natuurlijk best wel, ja, dikkig en olieachtig. Nou, je ziet het eigenlijk al, er ontstaat echt een hele mooie glow op mijn huid. Maar het voelt gewoon heel luchtig. Het voelt niet alsof ik heel veel body lotion nu aan het opsmeren ben. En wat ik zeg, er zit een mooie glow op. Hij ruikt heel minimaal. Als je echt houdt van een hele sterk geparfumeerde body lotion met een hele zoete geur, dan is dit niet je ding. Ik hou niet zo heel erg van een heel sterk geurende body lotion. Dus ja, waar ruikt het naar? Het is een beetje, ja, het is natuurlijk op basis van druiven. Dus ik zou kunnen zeggen, beetje bessen, een beetje druiven op zich. Maar ja, met name doet hij zijn werk gewoon heel erg goed. En ja, als ik mezelf trouw netjes iedere dag insmeer, wat ik niet altijd doe, dan zie ik daar echt wel verschil in. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een body lotion, of dus ook weer een keertje bij Caudalie iets bestellen en de kans krijgen om deze te proberen, zou het een advies zijn. Nou is dit echt een super grote tube en gezien mijn body lotion gebruik, ben ik hier nog lang niet doorheen. Maar ja, ik ben er positief over te spreken. Dus ik wilde hem toch eventjes benoemen. Nou, zoals ik al zei, tot zover alle beauty dingetjes. Dan heb ik nog een leuke huishoudelijke tip. Je ziet het hier goed wat ik vasthoud. Dit zijn geurstokjes. Ik heb het al verteld in de shoplog. Deze geurstokjes hebben mijn moeder en ik cadeau gekregen van Diva Turner. De Nederlandse Tina Turner. Die is vorig jaar november uit mijn hoofd bij ons geweest. Omdat mijn moeder natuurlijk vorig jaar op vakantie een ongeluk heeft gehad. Heb ik haar zeg maar daarmee verrast. Was super leuk. Mariska is echt een fantastische vrouw. Ga haar zeker volgen trouwens. Zeker alle Tina Turner fans. Ga haar volgen. Ze is echt super tof, maar ook echt super lief. En ze nam dus ook nog eens een cadeautje mee. Dus het product zelf, daar ga ik het natuurlijk zo over hebben, is favoriet. Maar uiteraard de herinnering erachter maakt het een nog leuker product. Zo zie je dus maar dat het heel waardevol kan zijn om gewoon zoiets cadeau te geven. Dit zijn geurstokjes van Maison Berger. Nou, waarschijnlijk wel bekend van de Lampen Berger. Onder andere zit er dus een kleine store in de Westfield Mall. Ik kende het zeg maar vroeger alleen maar van de Lampen Berger. Mijn moeder heeft er bijvoorbeeld thuis eentje en ja, vriendinnen van mijn moeder. Dus ik kende het merk wel. Wist helemaal niet dat ze ook nog geurstokken, geurkaarsjes. Ze hebben echt super veel en ook heel veel keus. Maar ook nog eens heel veel geuren. Dus dit is zeg maar een set geweest die Mariska destijds voor ons heeft gekocht. En hier zit de geur Amber Powder in. Dus ja, dit is zeg maar de set. Maar je kunt er dus ook voor kiezen om gewoon apart zo'n geurstokjeshouder te kiezen. Daar is ook heel veel keuze in. En apart een geur.
Ik kan in ieder geval zeggen dat Amber Powder, ja, ik hou heel erg van amber. Ik vind het echt heerlijk. Als ik nu ook hier aan ruik, oh, het ruikt wel helemaal naar huis. Omdat dit natuurlijk bij mij in huis staat, is het gelijk een soort van, ik ben thuis. Ik vind het een hele fijne, sterke geur die gewoon echt goed verdeelt door de kamer heen. Het is hier natuurlijk niet gigantisch, maar het is groot genoeg om wel gewoon lekker de geur te kunnen verspreiden. Ik heb er lang plezier van. Nou, af en toe natuurlijk even die geurstokjes omdraaien. Maar als je ook kijkt hoeveel er nog in zit. Ik ben hier, moet ik even goed nadenken, de eerste week van juli gaan wonen. Wat is het nu? Begin oktober. Hij is nog steeds niet leeg. Tuurlijk, hij heeft al best wel wat gehad. Ik heb ook al een backup gekocht, maar je doet er dus ook echt lang mee. En ik denk dat iedereen wel de geurstokjes kent van Rituals. Dan moet ik even nadenken waar ik nog meer geurstokjes van in huis. Nou, in ieder geval Rituals. Maar misschien kende je deze nog niet. En ze zullen misschien in verhouding wat duurder zijn. Maar ik vind ze persoonlijk echt een stuk kwalitatiever. En er is zoveel keus. Er is echt voor ieder wat wils. Dus laat het niet alleen een tip zijn voor je huis. Maar misschien ook als cadeautip. En persoonlijk ken ik zelf alleen de store in de Westfield Mall. Mocht je zitten te kijken en denken, maar bij ons in de buurt zit ook zo'n winkel. Laat het me even weten. Ik zou dit persoonlijk echt in de winkel willen ruiken in plaats van online. Maar weet dat er dus echt oneindige keuzes. Nou, dan heb ik ook nog een soort van sieraden-fave. Want ik heb natuurlijk in de vorige video de Everyday Makeup Routine laten zien dat ik een aantal mooie sieraden heb mogen uitkiezen bij Lelay Louisa. Onder andere deze oorbellen en ook deze ring. Ik heb natuurlijk ook nog een hele mooie ketting, maar ik vond dat hier niet helemaal bij passen. Dus die heb ik nog even in de kast laten liggen. Maar los van het feit dat ik ze heb gekregen, vind ik het kwalitatief echt hele mooie sieraden. Nou, ik vertelde het al. Ik was eigenlijk nooit zo van ringen, maar ik vind deze persoonlijk heel erg mooi. Gewoon subtiel, net ietsje groter. Eigenlijk waar ik van hou. En ja, kwalitatief. Ik heb ze natuurlijk nog niet super lang. Maar ziet het er gewoon mooi uit. Ik doe het persoonlijk wel uit als ik bijvoorbeeld ga douchen of ga slapen. Maar tot nu toe vind ik het er gewoon mooi uitzien. Echt wel kwalitatief. Het deed mij persoonlijk heel erg denken. En de naam lijkt er een beetje op aan Ana Luisa. Daar heb ik in het verleden natuurlijk ook een samenwerking mee gehad. Twee keer zelfs. Vind ik ook hele mooie sieraden. Dus ik vind het in ieder geval leuk om meer zo'n nieuwe webshop te ontdekken. En ja, ik ben natuurlijk heel erg dankbaar sowieso voor die mooie sieraden. Maar ben jij nou ook heel erg into de sieraden en denk je van, goh Char, die oorbellen vind ik wel heel tof. Of wauw, die ring, die moet ik echt hebben. Ik zal ook even een linkje voor je in de beschrijving zetten. Het is een affiliate linkje, dus dat wil zeggen dat als jij daar lekker bij gaat shoppen, dat ze mij een klein percentage geven, of een bijdrage moet ik eigenlijk zeggen. En dan kan je mij daar ook mee steunen. Dus het zou super leuk zijn als je tijdens jouw shoptripje dat via deze link zou willen doen. Nou, dan heb ik nog vier dingetjes. Dat is op zich niet weinig. Het zijn twee, food favorites. En nog twee, media film kind of dingetjes. Ook wel een soort van grappige categorie. Ik begin even met de food faves. En waarschijnlijk hoor je wat een en ander rinkelen. Ik heb hier namelijk koffie in mijn handen. Ik heb volgens mij 2 maanden terug bij de Toppers en Floppers mijn melkopschuimer laten zien van Nespresso. Ben ik echt heel erg blij mee. En ik vertelde al in die video, een aantal jaar geleden dronk ik echt nul koffie. Het was echt mijn ding niet. Ik kan nog steeds niet echt zeggen dat ik een diehard koffiedrinker ben. Ik kan ook prima zonder. Maar een goede latte macchiato die ik dus uit eigen keuken heb gemaakt, ja, die vind ik gewoon echt heel erg lekker. En een goede melkopschuimer is daarbij natuurlijk gewoon onmisbaar. En je hoort het me al zeggen, Nespresso. Ik heb dus een Nespresso apparaat. Dat is eigenlijk nog de oude van mijn oma. Maar ja, die heeft hem helaas maar weinig kunnen gebruiken. Dus was nog prima om in dit geval een tweede leven te geven. Ik ben er echt super blij mee. Mijn ouders hebben ook altijd Nespresso gehad. Dus ik weet inmiddels een beetje hoe het werkt. Maar ik weet ook dat er heel veel verschillende smaken zijn van die cupjes. Dus ik weet dat mijn moeder de eerste keer zei van, ik ga weer koffie bestellen. Ik ga ook voor jou bestellen. Welke smaak wil je? En toen had ik zoiets van, kijk, jullie drinken al zo lang Nespresso. Ik heb geen idee wat ik moet kiezen, waar ik op moet letten. Dus natuurlijk een beetje research hier en daar bij vriendinnen. Kreeg ik wel wat tips, maar ja, het is gewoon heel persoonlijk. Net zoals parfum ook bij de een heel erg favoriet kan zijn en bij de ander totaal niet. Is met koffie natuurlijk, smaak. Iedere smaak verschilt. En ik hou niet van hele sterke koffie, maar het moet ook niet zo'n slappe bak zijn. Dus het moet wel een beetje soort van, hè? En ik weet dat je van die proefpakketjes natuurlijk hebt bij Nespresso, maar dat is dan wel weer
heel uitgebreid. En daarin zitten dan vaak juist wat sterkere koffies, waar ik dan weer niet zo van ben. Dus ik dacht van, weet je, ik laat mijn moeder gewoon wat dingen bestellen. En ik merk vanzelf wat ik lekker vind. En ja, wat ik niet zo smaakvol vind, geef ik gewoon aan de visite die wel koffie lust. Want die proeven toch het verschil niet. Maar op een gegeven moment kwam ik de Chiaro tegen. Of in ieder geval, die zat bij mijn bestelling. En nou, op een gegeven moment ben ik deze gewoon gaan gebruiken. De Chiaro is een vrij, dat zie je aan de kleur, lichte, een beetje cappuccino-kleurige cup. En het viel mij echt op dat ik op een gegeven moment, ik heb alles in zo'n glazen pot zitten, al die cupjes. Behalve de voorraad dan, dat ik heel vaak naar deze greep. Dus op een gegeven moment ja, was ik wel gewoon benieuwd van, wat zit er dan precies in? Waarom ik dit zo lekker vind? En nou, toen ben ik eigenlijk even gaan lezen op de website van Nespresso. En toen kwam ik er onder andere achter dat deze dus van de Barista Selection is. Sorry, de Barista Creations. Dus deze is ontwikkeld door barista's. En heel erg wordt geadviseerd om te gebruiken in combinatie met een latte macchiato, dus een soort van heel grappig. Deze is eigenlijk speciaal een beetje voor de koffiedrinkers zoals ik. Die houden van, nou ja, toch wel een beetje die koffiesmaak, maar niet te sterk. Ja, een beetje karamel, een beetje zoete ondertonen, want dat heeft hij dus. En gewoon heel erg lekker in combinatie met melk. Dus perfect eigenlijk voor de latte macchiato. Ja, misschien dat je zit te kijken en denkt, ik heb geen espresso apparaat of ik hou überhaupt niet van koffie, dan is dit niet zo interessant. Maar misschien dat je net als ik, ja, wel echt wel een soort van kritische koffiedrinker bent en dat je deze tip heel waardevol vindt. Maar ja, dit is in ieder geval mijn favoriet. Dus je ziet het, ik heb nog voorraad. Maar bij de eerstvolgende keer dat het weer nodig is om te bestellen, denk ik dat ik bijna alleen nog maar deze zal kopen. In ieder geval voor mezelf, want het is echt mijn favoriet. Het is echt super grappig, want als je mij een aantal jaar geleden zou vertellen dat ik een eigen koffiecorner had en dat ik het leuk vond om koffie te testen, weet je wel, dan had ik je echt niet geloofd. Maar ik kan er nu echt intens van genieten om gewoon lekker melk op te schuimen, in een mooi glas te doen, mooie latte lepel erbij. Zelfs van die koffiesiroopjes, ja, karamelsaus als ik een soort van frap wil maken. Dus ja, weet je, ik vind het gewoon helemaal leuk. Ik zat te denken, misschien is het ook nog leuk om een keer een soort van get ready with me koffie-editie, klein filmpje te maken voor een TikTok of zo. Om dat gewoon eens een keertje te delen, die vibe. Nou, tot zover in ieder geval de praat over de koffie. Dan heb ik ja, nog een food fave en dat zijn ijsjes. Het is nu natuurlijk begin oktober. Ik weet niet of we nog echt kunnen spreken over ijsjes. Maar ja, dit soort ijs eet ik gewoon het hele jaar door. Het zijn deze pistache ijsjes van de Albert Heijn. Ik weet dat er momenteel heel veel commotie is over pistache. Dat het ook best wel overpriced is momenteel. Ja, ik ben dit ook tegengekomen op TikTok en ik was toch wel benieuwd. Dus ja, vooraf, het zijn niet de goedkoopste ijsjes. Ik denk wel een beetje Magnum prijzen. Maar ik vind deze persoonlijk echt heel erg lekker. In principe zijn ze wat, ja, moet ik het uitleggen, wat romiger. Het is niet echt van die hele harde, knapperige chocola. Je moet wel echt van pistache houden. Maar ja, de combinatie is gewoon heel erg lekker. En in het binnenste, zeg maar, zit een wat krokanter laagje. En ik weet dat ik de eerste hap nam dat ik dacht van, oh, het is een beetje, het is wel heel romig. Ik hou wel van een beetje een bite in mijn ijs. En toen nam ik een hapje uit het midden en toen dacht ik, ja, kijk, now we're talking. Het is echt de combinatie van. Nou, er zit volgens mij in zo'n doos 4 stuks, als ik me niet vergis. En ik merkte echt wel dat ik ja, na de eerste nog wel een keer een tweede wilde nemen later die week. Dus ik had wel zoiets van, ja, zijn toch wel stiekem best wel heel lekkere ijsjes. Dus mocht je ze nog niet kennen en ja, ook wel van pistache houden of in ieder geval van dit soort ijsjes, probeer ze een keer. Nou, en dan de laatste twee dingen. Ik deelde het recent al op Instagram. Ik ben afgelopen maand naar de film geweest samen met mijn moeder, Loverboy Emoties Uit. En ja, vooraf had ik natuurlijk al het een en ander gezien en gelezen over de film. En er werd best wel gesproken van een hele heftige film en echt wel waar gebeurde verhalen. Dus in eerste instantie was het zo van, wil ik daarheen? Om even een idee te geven. Ik hou helemaal niet van horrorfilms. Dus als we het echt hebben over creepy, dat soort dingen, niet mijn ding. Maar ja, wat heftigere drama of wat meer thriller-achtig. Ja, dat vind ik op zich altijd wel tof. Ik kan best wel fictie van werkelijkheid onderscheiden in zo'n film. Ik weet een beetje hoe dat natuurlijk ook gemonteerd wordt. Het is ook wel iets wat me aanspreekt. Dus ik kan dan best wel wat sneller denken van, nou ja, het is een film, weet je wel. Dus mijn eerste gedachtegang was, weet je, ik ga daar gewoon heen. En ik moet zeggen,
Wat een waanzinnige film. En dan, tuurlijk, het is een heel heftig verhaal. En ja, voor degene die iets soortgelijks hebben meegemaakt, dan ja, kan het best wel heel erg heftig zijn. Er gebeuren ook echt wel dingen in die film dat je denkt van, gebeurt dit echt? Maar ik vind hem echt alsnog zo tof. En ja, voor Nederlandse begrippen, je hoort toch ook best wel vaak een beetje, dat de Nederlandse films in combinatie met de internationale films zijn een beetje sowieso. We staan een beetje bekend om de happy Nederlandse romcoms, weet je wel. Maar dit was echt andere koek. En toen de film was afgelopen, had ik gelijk zoiets van, damn, ik wil er nog eentje zien. Dus dat zijn echt gewoon ja, hele goede signalen dat ik denk van, dit is echt een waanzinnige film. Dus ja, laat in ieder geval een tip zijn sowieso. Ja, het is heftig. Ja, het is emotioneel. En ik heb echt ook al een paar keer zitten kijken van, wauw. Maar ja, weet dat dat soort dingen dus ook echt gewoon gebeuren in dit land. Dus het is ook wel heel erg belangrijk dat dat meer onder de aandacht komt. Want dat is ook het hele idee geweest van deze film. Op het einde in de aftiteling zit ook een hele duidelijke boodschap van, ja, heb je dit soort dingen ervaren? Wil je erover praten? Maak het ook alsjeblieft meer bespreekbaar. Ja, vond ik ook echt spot on. Dat kwam echt binnen. Niet alleen dat ik het gewoon een hele toffe film vind, maar ook de hele gunfactor eromheen. De crew, de regie. Ja, echt. Ik gun ze heel erg dat er gewoon heel veel bezoekers naar gaan kijken. Dus mocht je zitten te kijken en die film nog niet gezien hebben, het is echt een dikke tip. Nou ja, en om daar dan heel even in te blijven hangen, film, media. Misschien dat je het al voorbij hebt zien komen op mijn Instagram en anders misschien op televisie. Ik ben recent namelijk op televisie geweest en ik vond dat toch leuk om nog heel eventjes te delen. Ik ben namelijk figurant geweest bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is in april geweest, dus dat is best een tijdje geleden. Zo zie je maar dat in zo'n grote serie, dat het dus echt ver vooruit wordt gefilmd. Nou, daar kan ik natuurlijk zelf over meepraten, maar niet zoveel termijn. Ik vond dat gewoon een hele toffe ervaring. Ik heb het volgens mij al eens een keer eerder verteld. Ik heb wel eens wat acteerworkshops gedaan. Wat ik heel erg tof vind. Het is ook echt een business die ik tof vind. Maar ja, zoals we allemaal denk ik wel weten, je wordt niet zomaar acteur of actrice. Dus dit soort dingen zijn gewoon heel tof om mee te maken. Los daarvan is Goede Tijden, Slechte Tijden echt iets uit mijn jeugd sowieso. Ik denk dat ik er gewoon, zolang ik me kan herinneren, al naar kijk. Mijn moeder kijkt ernaar. Mijn oma keek er heel fanatiek naar. Dus ook echt een beetje een soort van generatie op generatie dingetje. Dus het was wel een soort van bucketlist dingetje om dit een keertje eigenlijk gewoon te mogen doen. En ik kreeg nu die kans. Ik heb hem met beide handen aangepakt. En ja, ik stond op de set. En het allertofste is natuurlijk om de acteurs die normaal gesproken in de serie spelen. Zoals ja, de bekende Ludo Sanders, hè, Erik Vogel. Of Bing, Everon Jackson Hoy. Ja, dat is wel heel tof om die zeg maar gewoon te zien. En ik heb er niet echt zeg maar mee gesproken. Want je wil ook niet soort van de groupie uithangen. Maar ik vond het echt wel een beetje soort van bucketlist dingetje wat ik af kon strepen. Ik vond het een hele leuke ervaring. Dus mocht jij het gemist hebben en je mocht bijvoorbeeld Videoland hebben, dan laat ik hier even in de beschrijving weten welke twee afleveringen dat waren. En dan kun je die nog eventjes terugkijken. Ik vond het in ieder geval echt super tof. Ik zou het zo nog een keer doen. En het was een hele gave ervaring. Ja, dat zeker. Dus mocht je ook zoiets leuk vinden om te doen, just do it. Denk er niet over na en ervaar het. Nou ja, normaal sluiten we de video af met een flopper, maar ja, je voelt het waarschijnlijk wel aankomen. Er was geen flopper deze maand. En ik doe echt iedere maand mijn best van, wat was er nou echt vreselijk? Maar is er niet, weet je wel. En sowieso als ik natuurlijk weinig nieuwe make-up test, dan valt er ook niet zo heel veel nieuwe floppers te zijn. Het is natuurlijk eigenlijk heel positief, want de flopper is eigenlijk gewoon een miskoop. Maar deze maand niet. Dus slaan we even over. Maar in ieder geval wel een heleboel toppers. Ik denk ook wel leuke uiteenlopende dingen. Dus ik hoop dat jullie in ieder geval weer een leuke video vonden. Wil je nou nog heel lang de toppers en floppers hier op Shark Academy blijven zien? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Laat me ook weten beneden in de reacties wat jij van deze toppers en floppers vond. En wat jouw toppers en floppers waren van de maand september. Of jij ook al een beetje dat herfstgevoel hebt. Ik begin er nu na de vakantie langzaam een beetje in te komen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal en deze maandelijkse serie gewoon niet willen missen, dan kun jij je heel eenvoudig en gratis abonneren op mijn kanaal door op de rode abonneerknop te klikken onder deze video. En dan word je gewoon ook gezellig lid van de Shark Academy familie. Ik wil je super bedanken voor het kijken en ik zie je graag volgende week weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!